it has been a grim and familiar scene for much of December. De regering vindt het nog niet noodzakelijk dat vluchten uit het buitenland worden stopgezet. Voornamelijk vluchten uit China. Het is ook zo dat er nog geen rechtstreekse verbinding is met China. De regering is eerder deze week tijdens een persconferentie ingegaan op vragen van de pers. Gelet op de COVID-19-situatie in China werd aan de minister gevraagd of het niet noodzakelijk is maatregelen te treffen. Nou, beslissingen over inreismaatregelen worden uiteraard door de regering genomen. Wij als Outbreak Management Team geven daar adviezen over. En zoals ik al eerder zei, kijk, het is tot nu toe in geen enkel land in de wereld gelukt om door inreismaatregelen het virus buiten de deur te houden. En ook niet om lokale outbreaks te krijgen. En in de eerste jaren was je gedwongen om dat te doen, omdat je met lege handen stond. Je had geen vaccin, dus je moest, om de hoge druk op de gezondheidszorg te voorkomen, moest je wel inreisbeperkingen hebben. Nu staan we niet langer met lege handen. We hebben nu adequate vaccins. En dan, als ik moet kiezen uit laten de mensen maar massaal vaccineren of laten we de luchthaven sluiten, dan is de keuze voor mij niet zo moeilijk. Want het is niet alleen de luchthaven die je moet sluiten, het is ook de samenleving die je eigenlijk ontzettend ontregelt als je enorme outbreaks krijgt. Dus we moeten ons realiseren dat we nu niet langer met lege handen staan en dat de maatregelen die we dus in 2020 hebben getroffen en gedeeltelijk in 2021, die zijn niet meer nodig, want er is een veel effectievere manier om een grote outbreak te voorkomen. Ik weet niet of de minister eerst... Ja, laten we even ingaan op de vraag die gesteld is over lockdowns en andere maatregelen. En dan wil ik even eerst ingaan op inreismaatregelen. Van overal wordt de vraag gesteld, waarom nemen we geen maatregelen tegen personen uit China? We hebben net met het verhaal aangegeven dat wereldwijd er een lichte stijging, dan sommige landen zelfs een ernstige stijging is van infectiegevallen. Zelfs vind ik het niet correct dat we dan onze focus leggen op één land in de wereld. Ten tweede, heel belangrijk, terecht zegt dokter Vrieden, het ligt aan de regering om het besluit te nemen. OMT heeft onderbouwd waarom zij het nut niet inzien van een inreismaatregel op dit moment. Los van het feit dat er andere mogelijkheden bestaan die effectiever zijn, maar ook de impact die dat allemaal heeft en de organisatie daarvan voor diverse problemen kan zorgen. Maar een heel belangrijke ontwikkeling, en dat moet u goed begrijpen, China concreet. China heeft geen rechtstreeks verkeer met Suriname. En de manieren waarop personen uit China richting Suriname komen, zijn of via Europa, dan wel Nederland, of via Amerika. En die landen hebben nu al ook wel maatregelen in place, zoals u kunt vernemen uit de pers, maatregelen in place om personen uit die gebieden dan wel het risico dan te verminderen dat er besmettingen binnenkomen. Het is geen 100% systeem, maar de kans dat er dan iemand met een besmetting uit die gebieden komt hier, is al met die maatregelen in de wereld ook al klein. Dus ik wil het benadrukken dat als we daar een maatregel zouden gaan treffen, dan zie ik geen lijn als we dat niet voor andere landen ook zouden gaan doen. Dus dit is concreet.